Hallo allemaal, fijn weekend, 17 februari vandaag. We zitten eigenlijk met de goede dag van het weekend. We gaan het weekend in twee verdelen. Het weer van vandaag zal helemaal anders zijn dan dat van morgen. En vandaag is de goede dag. We krijgen een mix van wolken en opklaringen. Per momenten zitten daar echt wel brede opklaringen bij met flink wat zon. Op andere momenten zijn er meer wolken en op nog andere momenten raakt het eerder zwaar bewolkt. Er is een kleine kans dat er eventueel, vooral dan later vandaag, toch een lokale bui opduikt. Maar laat ons ervan uitgaan dat dat op veel plekken niet zo zal zijn. De meeste plekken houden het gewoon droog. De temperaturen zijn zacht. Dat is geen nieuwigheid. We halen met gemak 12, 13 graden vanmiddag. En dat gaat gepaard met een zwakke, hoogstens matige, eerst westelijke, later zuidwestelijke wind. Kortom, een best aardige dag dus. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En uiteindelijk tegen de ochtend kan het wat gaan regenen. Het is, hoe kan het ook anders, ook weer zacht, 8 à 9 graden, bij een wat aanspannende naar zuid draaiende wind. Morgen, dat wordt een hele andere dag. Het gaat regenen. En niet eens zo'n beetje. De hele dag door trekken regenzones door onze regio. Kan daarbij gemakkelijk tot 10 liter water per vierkante meter vallen. Wie weet zelfs wat meer bij een toch goed doorstaande zuidwestelijke wind. Die wind die voert wel nog zachte lucht aan. Het is iets minder zacht dan vandaag tijdens de regen, 8 à 9 graden. Maar buiten de regen om toch nog een 10 tot 11 graden. Vervolgens krijgen we dan ook weer een hele zachte week. Van maandag tot en met, wat we zeggen, donderdag gaan de temperaturen flink omhoog. Donderdag zou het zelfs mogelijk weer 15 graden kunnen worden. De rest van de week 12 tot 13 graden. Daarbij regent het regelmatig. Maandag trekt de regenzone door. Dinsdag lijkt een wat drogere dag te worden, maar de rest van de week krijgen we elke dag wel de nodige regenzones. Ik schuif er tenslotte eventjes de pluim bij, dan zie je dat. Je ziet dat die temperaturen hoog blijven zitten. Tegen donderdag zit er weer een piekje aan te komen. En op de onderste grafiek zie je ook de hele tijd neerslagsignalen. Enkel dinsdag springt er een beetje van tussen wanneer het tijdelijk wat droger zal worden. Zo, je bent weer helemaal gebriefd. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.